ondertussen zijn bij mij aangeschoven de ouders van Jair, John en Fa. Dat zijn Debbie en Eddie. Goedenavond, welkom in Start & Finish. En ook gefeliciteerd met het prachtige resultaat van jullie zoon. En mijn eerste vraag is, hadden jullie dat verwacht? En hoe voelen jullie je? Allereerst, dankjewel Desney. Eerlijk gezegd, nee, ik had het niet verwacht. Zeker niet op de keren. Ik had een betere, ik denk wij samen hadden een betere prestatie op de sprint verwacht. Omdat dat Jair zijn favoriet nummer is, zijn specialiteit. En we hadden dit niet verwacht op de keren. Maar ja, je verwacht steeds meer. Ja. Toch? Dus je gaat naar de kwart, je verwacht meer. Je gaat naar de halve, je verwacht meer. En uiteindelijk verwacht je wel een podiumplaats. Maar ik denk dat je vraag bedoeld is, had je het verwacht voor de Olympische Spelen? Nee, ja, absoluut niet. Eddie, jij? Nou, ik denk dat als ik zou zeggen dat ik het had verwacht, dat dit het juiste woord is. Maar ik heb het voor mogelijk gehouden. Gewoon voor mogelijk gehouden. Op basis van, ja, hier zijn kwaliteiten. Dus ik heb het steeds verteld aan iedereen die het maar wil horen. Ja, dat ja, je tot de top van de wereld behoort. Zonder meer. En oké, okay, dus na die sprint was een beetje ja, ongelukkig verlopen. Waarom? Ja, dus inderdaad, zoals Debbie aangaf, zat er meer in. Maar naar die keren toe heb ik het zo bekeken dat hij de ingrediënten in huis heeft, toch? Dat hij heeft de kracht, heeft de tactisch inzicht en wat hij nog moest hebben, is zeg maar durven het risico te nemen die met een keren gepaard gaat. Ja, want een keren is een gevaarlijke race, trouwens, men heeft het kunnen zien, onder andere Hugo Barret van Canada, die is gevallen, ja, schaafwonden, maar dat hoort nou eenmaal bij een keren. En dus als je zeg maar je blik op oneindig en je verstand op nul bij wijze van spreken kan zetten en je gaat ervoor. En dat heeft hij gedaan. Ik denk dat hij dus gewoon, en hij was echt heel sterk, hè, mentaal. We hebben een family app en zo tijdens het tijdens het evenement. Tijdens het evenement, yeah. Tijdens de kering. Hè? Dus zeg maar tussen twee. Heeft hij naar zijn broertje geappt, in jonge mensentaal, die ik hier niet zal herhalen. Maar hij heeft tegen zijn broertje gezegd, ik zal Suriname versteld doen laten staan. Oké, okay, nice. Dat is de nette vertaling van ja? En hij heeft het gedaan, denk ik. Het is net geen medaille geworden, maar het zat er dik in. Ja. Dan wil ik nu gaan naar een ander aspect. Ik weet uit gesprekken met jullie en die jullie ook met anderen hebben gevoerd, dat aanvankelijk, en ik durf te zeggen aanvankelijk, het in de bedoeling lag dat Jair na deze Olympische Spelen zou stoppen en gaan studeren. En als ik de zaken goed heb gevolgd, is er nu een omwenteling van 360 graden gemaakt. Ik heb het toch goed gezegd, want jullie hebben nu heel andere ideeën dan met betrekking tot Jair's toekomst. Heb ik het juist gezegd? Ja, 360 graden, dat is dus weer op hetzelfde, punt. Ja, sorry. Ja. Ik ben te ver terug gedraaid dan. Maar ja, je hebt het juist. Jair heeft... Eigenlijk hadden we een afspraak en Desney, jij weet het. De eerste afspraak met Jair was tot 2016. Yes. Hij had 2016 net niet gehaald. Dus hij heeft Eddie en OC als spreekbuis gebruikt om door te gaan naar 2020. We zijn uiteindelijk doorgegaan naar 2020, maar met de afspraak, oké, 2020 en niet verder, want het wordt tijd dat je studie oppakt en dit kunnen we niet meer, toch? Het is erg zwaar geweest. Hoewel we een aantal sponsoren hebben gehad, hebben we toch nooit het bedrag bij elkaar kunnen schrapen. En we hebben gezegd, het is tot hier en niet verder. Je droom was ooit eens op de Olympische Spelen te staan. En dat heb je dus nu bereikt.
Maar gaandeweg, en eigenlijk heeft dit hele, zijn hele ervaring en zijn prestatie op deze Olympische Spelen, hebben bij hem die knop helemaal omgedraaid. En ja, maar iedereen zegt dat ik moet doorgaan, want ik ben nog goed. Zelfs Craig zegt dat er nog heel veel potentie in me is. Ik heb mijn plafond nog niet bereikt. En ik zei hem, ik zeg, Jair, begin die keirin te rijden. Dan praten we. Ja. Dat heb ik hem na de sprint gezegd. Dus na de keirin heeft hij me ook gezegd, gaan we praten. Weet je, en het zou niet goed van me zijn, denk ik. En ik zou hem gewoon remmen in zijn, ja, in zijn beleving, in het behalen van andere doelen, omdat hij het nog in zich heeft. En als je iets doet, moet je het doen omdat je erachter staat. Ja. En als Jair nu zegt van oké, mama, ik luister naar je, ik ga naar school, denk ik niet dat hij er nu nog achter staat. Dus ja, we willen er naar kijken en we hebben gezegd, en die heeft het ook gezegd, het is tijd voor een goed gesprek. En als Jair het zelf wil, zullen we verder gaan. En Jair heeft het... Heeft het al bevestigd? Hij heeft het bevestigd. Ja, hij heeft het bevestigd. Hij heeft het ook naar ons toe bevestigd. Hij heeft het naar de wereld bevestigd. Precies. Hij wil verder. Ja. En zijn coach zegt het ook. Het zou zonde zijn als hij niet door zou gaan. Ja, dat een... Hoe zou je je voelen? Ja, en dat wil je niet op je nemen. Nee, dat snappen we ook. Ja, ja. Het zou zonde zijn. En je wil als ouder wil je het geluk van je kind niet in de weg staan. Weet je? En we gaan kijken. Ja. Nee, maar ik snap het ook, Debbie. Omdat dan het financieel aspect te boven komt. En dat is niet makkelijk. We weten het. Het is heel zwaar geweest. Jullie hebben eigenlijk alles geofferd, uiteraard met hulp van enkele sponsoren, maar het was niet voldoende. Absoluut. Weet je, dus als je kijkt dus naar de potentie en wat hij allemaal heeft, zou eigenlijk meer hieruit moeten komen. En als ik zo de ontwikkelingen heb gevolgd, in principe vanaf gisteren tot vandaag, dan merk ik dus dat er eigenlijk al beweging is in de wereld, dat men iets doet voor Jair om door te kunnen gaan. Ja. Dus dat die financiële ondersteuning komt. Jullie hebben al een stichting. Dat is Road naar Tokio. En die naam zou sowieso moeten gaan veranderen. Sprint to Paris. Kunnen mensen nu al, indien ze bereid zijn een bijdrage te leveren, iets doen? Oké, misschien moet ik dat aan de voorzitter van de stichting overlaten. Okay. Nou ja, kijk, we hebben min of meer, ja, zeggen we, ja, we gaan ervoor, ja. Voor het traject naar Parijs. En dan zal het inderdaad, ja, zullen daar fondsen voor nodig zijn. Ja. En ja, ik zeg, alles is welkom. Dus, en als het momentum dat er scheen te bestaan, ja, nu na zijn prestatie gisteren, ja, ik denk dat we dat momentum goed moeten gebruiken. Dus ja, bijdragen zijn welkom. Ja. Uiteraard. En hebben jullie bijvoorbeeld het rekeningnummer dat we straks eventueel ook even kunnen laten zien aan de kijkers indien ze nu al willen overmaken op de sprint to Tokio onder de rekening die straks zal gaan veranderen? Ja. Want ik ben ervan overtuigd hoor, Debbie en Eddie, dat er nu mensen in de rij staan om Jair die ondersteuning te geven. Ik ben daar 100% van overtuigd. Als ik kijk naar alle reacties die ik heb gehad en die ik ook heb gezien van anderen, dan heb ik er geen twijfel over. Ja, nee, dat rekeningnummer hebben we. Ja. Dat zal ik je zo straks geven. En dan, het zal dan ook zo meteen in beeld te zien zijn voor de mensen dus die bereid zijn iets te doen. Een ander aspect wat ook speelt, Debbie, we zien dus dat er vaak genoeg het imago van Jair wordt gebruikt door bedrijven. Hoe en wat doen jullie daaraan? Dus ik moet, kijk, het is moeilijk. Toch? We leven in Suriname. Er is helaas nog geen wet in Suriname die je eigenlijk
Er is nog geen wet in Suriname die de mensen waarbij je ze een boete kan opleggen als ze dat doen. Helaas is dat er nog niet. Maar als ik ertussen mag komen. Maar ik denk niet dat iemand jouw imago mag gebruiken zonder jouw toestemming, is weer wat anders. Dat is zo, dat is zo. En ik bedoel, men kan jouw foto toch niet zomaar gaan gebruiken en je hebt geen toestemming voor gegeven. Kijk, dat is helemaal zo, Desni. Ik heb het de afgelopen week hebben we dat gezien, hoe het is toegegaan. Ik heb het gelaten, omdat kijk, je wil kort voor de wedstrijd en tijdens de wedstrijd wil je daarover geen issue maken. Maar ik denk niet dat dat gepast is. Het is uit beleefdheid zou men moeten vragen van, ik wil Jair, ik ben zo trots op hem. Ik wil iets op mijn pagina zetten, ik wil hem poweren enzovoorts. Welke foto kunnen we gebruiken? Of kunnen we een foto gebruiken? Omdat wat we hebben gemerkt, en op zich geen probleem, natuurlijk is het erg, want je hebt geen bijdrage geleverd aan de sprint to Tokio. Ja. Maar wat er niet is, kan nog komen. Dus bekijk de dingen positief. Maar je wil ook die foto's gebruiken waarbij Jair zich prettig voelt. Ja, ja, toch? Ja, ja, ja. Er zijn foto's gebruikt waarbij Jair zich niet echt prettig voelde. Want het zijn oude foto's, weet je, er zijn nieuwere foto's, er zijn professionele foto's. Dus we moeten daar allemaal rekening mee houden. Ja. En ik denk dat we allemaal, ik bedoel, Suriname, het is na Anthony Nesty, is het na zoveel jaren dat we weer zo dichtbij zijn. Dus iedereen is enthousiast. En je wil ze dat ook niet ontnemen. Ja, ja. Maar ik denk ook dat de fotograaf die de foto heeft gemaakt, toestemming zou moeten, want je weet hoe dit kijk, soort absoluut. Dat kijk, soort dingen hebben, spelen ook een kijk, heel belangrijke rol. Absoluut, de foto's die we gaan Jair gebruiken, zijn ook foto's die we hebben gekocht. Oké dan. Toch, want we mogen de foto's precies niet zomaar gebruiken. Nee, 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 nee. Toch? Want ik bedoel, je moet die foto's kopen en die foto's zijn niet 2 cent. Ja. We dus, hebben dus dat is het. Dus naast het feit dus dat bepaalde foto's ook van fotografen zijn, die hun toestemming zouden moeten geven of het verkopen aan degene, is ook het imagorecht van de betrokkenen belangrijk. Laten we hopen dus dat dit soort zaken snel geregeld kunnen worden. En we kijken uit naar 15 augustus komt in Suriname aan. Ja, hier landt 15 augustus. Is er al een programma opgezet, Debbie? Nee, we hebben dus nog geen programma over. Maar er is een aantal officiële zaken die er moeten gebeuren. We willen een persconferentie natuurlijk hebben. We willen een get-together met zijn sponsoren, vrienden. Die hem kunnen feliciteren. Ja. En Jair heeft zelf aangegeven, mama, ik wil een paar dagen naar het bos. Dat is dus zonde. Dat is standaard. Dus dat. En hij zegt, hij komt ook voor het eten. Ja. Dus om het doen. Oké. Okay. In ieder geval heel mooi, Debbie. Ik zal zeggen, we blijven de ontwikkelingen volgen. En laten we hopen dus dat die ondersteuning ook zo gaat zoals we hebben gemerkt uit de reacties, want het moet geen karouiri faya zijn zoals we in Suriname zeggen, dat mensen zeggen van ja, we gaan iets doen en als het erop aankomt, dus dan komt er niks. Maar ik heb een goed gevoel in deze, eerlijk hoor, dus dat het goed zal komen en dus dat we over 3 jaar, want het is niet over 4 jaar, Jair weer in actie zullen zien in Parijs en laten hopen dus dat dan die medaille wordt. Laten we dat hopen. Want ja, het is een lange weg. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ja. In ieder geval bedankt voor het willen komen naar de studio. En het beste. Dankjewel, Desni. Oké, take care.